Traditioneel start Ajax de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een aantal wedstrijden tegen amateurclubs. Vandaag had Sterk door combinatie putten de eer om de eerste tegenstander van het seizoen te mogen zijn. Het gaat worden zo meteen. Het wordt, ik dacht zo'n beetje een stand van 1-3. Wat denk je dat je zo meteen gaat zien? Nou, ik hoop een mooi voetballend Ajax. En ook de nieuwe spelers, kijken hoe ze het doen. Heeft u al een favoriet onder de nieuwe spelers? Nou, Sillissen. Ja, maar die is er niet. Die zit in Brazilië. Dat maakt niet uit, we zien hem er gewoon bij. Mijn neef is de keeper van SDC, dus dat is altijd leuk om te zien. Is het dan niet heel zielig dat ze zo meteen een ontzettend pak op hun broek krijgen? Nou, ik denk dat het mee gaat vallen. Vooral het eerste half uur als mijn neef op goal staat, dan denk ik dat hij alles eruit houdt. Maar het viel helemaal niet mee. De ballen vlogen langs de keeper. Trainer Frank de Boer had iedere helft een ander team opgesteld, zodat zoveel mogelijk selectiespelers speelminuten konden krijgen. Een opvallende rol was vanmiddag weggelegd voor jeugdspeler Anwar El Ghazi. De aanvaller, afkomstig uit de A1, was topscorer met maar liefst 3 doelpunten. Ik ga niet gelijk naast mijn schoenen lopen of iets. Ik ga gewoon het rustig aankijken. Het was voor mij een hele eer om deze week mee te mogen doen met het eerste. En ik heb er ook heel erg van genoten. En ik ben Frank de Boer ook heel erg dankbaar dat ik deze week mee mocht. En ik heb echt genoten. En ja, wie weet wat er in de toekomst gebeurt. Uiteindelijk wist Ajax er 13 in te leggen. SDC Putten bleef steken op slechts 1.